Wat is de status van Learning Spaces in Amerika? Die vraag hebben we ons gesteld toen we naar ELI 2019 gingen. Een wiskundige conferentie van EduCause, met ongeveer 600 deelnemers. Wat ik meeneem van deze leuke studietrip is op de eerste plaats dat we in Amerika de didactiek op de eerste plaats zetten en technologie eigenlijk daarnaast komt, op de tweede plek. Daarbij heb ik het idee dat docenten veel meer staan te springen om iets te doen met deze actieve learning spaces, innovatieve learning spaces. Dus het is ook een iets andere cultuur. Ten slotte ben ik ook geïnspireerd geraakt door hoe ze het echt hebben ingericht. Dus mobiele tafels en stoelen, zelfs grote lecture halls met stoelen die kunnen omdraaien, waardoor ook in die ruimtes actief leren mogelijk is. De belangrijkste conclusie is dat we te weinig met studenten werken en dat ik dat ook hier gemerkt heb. Dat we heel veel vanuit de docent denken en vanuit de organisatie en niet zozeer vanuit de student. Ik denk dat er gemis is, omdat we ruimte proberen te ontwikkelen voor studenten. En ja, als je studenten daar niet bij betrekt, dan mis je denk ik een hele grote slag. Het belangrijkste wat mij bijgebleven is van de conferentie is dat je moet werken aan een masterplan om al je onderwijsruimtes opnieuw te redesignen en kijken of ze toekomstproof zijn. Terugkijkend op de conferentie kan ik de conclusie trekken dat Amerika voorloopt op Nederland. We kunnen nog een aantal flinke stappen zetten om echt die didactiek en de student centraal te zetten. Volgens mij is het tijd om een special interest group op te richten, Learning Spaces.